Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer, ZeldaPlayer20. En ja, we zitten dus zeg maar op de derde dag van de final week van Terraria. En dat betekent dat we in deze aflevering volledig mates gaan worden. Nou, ik heb offscreen, heb ik al eventjes zeg maar een beetje de setup gepakt. Dus wat we willen hebben is, ik denk dat ik voor dit armor ga. Dat zorgt ervoor dat onze magie omlaag gaat. Maar zorgt ervoor dat we dus zeg maar extra health krijgen. Ik heb ondertussen ook wat potions gemaakt en ik heb dus al mijn inventory heb ik al klaarstaan. Dus dit gaat een ramp worden, want ik ben dus zeer slacht hiermee. Dus hopelijk hebben we die deadcount niet nodig. Tenminste, dat hoop ik maar. Even kijken. Nou, doe ik hem weer daarop zetten. Dat is niet de bedoeling. Zo, even swappen. Dan zien we er helemaal niet meer uit. Oh ja, we blijven hetzelfde eruit zien. En dan heb ik ook zeg maar bij de traveling merchant die dus rondliep, had ik dus zeg maar een cape gehaald. Maar op een of andere reden krijgen we de cape niet te zien. Waarschijnlijk omdat ik deze aan heb. Ik ga gewoon heel even kijken. Krijg ik de cape nou te zien? Laat maar gewoon mijn cape zien, ja? Ik wil gewoon de cape zien. Waarom krijg ik geen cape te zien? Waarom? Ik krijg de cape niet te zien. Aww. Het is een vanity item, dat wel, maar ik krijg hem gewoon niet te zien. So flame. So not fair. Kan ik hem aan jou geven? Nee. Jij hebt me opgelicht, traveling merchant. Ik kan hem niet dragen. Oké, het slaat helemaal nergens op. Dus. Nou, weet je wel, hij was 5 gold. Ik verkoop hem weer, want we kennen er helaas helemaal niks mee. Dus oké, nou weer terug in mijn linkkostuumpje, want dat hoort erbij. Ik heb ook een magic ball gekocht. Dat zou de stats van magic doen, want we doen maar heel weinig damage nou met alles wat we hebben. Maar alle damage die we doen, dat hield ons ook nog eens een keer. En volgens mij gaat vandaag de dag survival worden. Dus ja, weer de Pumpkin Moon en weer de Frost Moon. Ik denk dat ik in deze aflevering of een fast forward erin ga gooien of te gaan knippen. Want ik heb echt bijna niks meer om te vertellen. Ik had in de comments had ik nog een vraag gekregen van of ik misschien andere werelden zou kunnen laten zien. Zou een optie kunnen zijn. Er zit alleen één heel erg groot probleem bij. Op het moment dat ik dat doe, dan zitten we dus zeg maar met het probleem tot hier de tijd gewoon stil blijft staan. Dus ja, dan zou de aflevering alleen nog maar langer gaan worden en daar zit niemand op te wachten. Wat doet deze eigenlijk? Ik wil heel even kijken wat allemaal wapens doen. Deze gaf in ieder geval een hele grote bouncy bal, dus die is handig om gewoon naar voren te gooien. Ik weet niet eens of het piercing was. Ga jij gewoon door de vijand heen of stop? Jee, jij bounce gewoon van de beest af. Oké, prima. Dan weten we in ieder geval wat dat doet. Nou, dit is een soort van waspgun, die hoemen gelijk zeg maar op de vijand. Dat is alleen maar goed. Oké, de traveling merchant die is departed. Dus ik denk dat het een beetje aan de kortere kant wordt. Wel wil ik er al eventjes bij zeggen dat we nou in plaats van één comment van de dag tot we er twee doen. Ja, deze hoemen de... Deze homen dus zeg maar op de vijand. Oké, dat is fijn om te weten. Maar we hebben dus twee comments van de dag, omdat dat dan heel goed uit gaat komen. Plus vandaag, plus morgen, wordt er ook nog een comment van de dag geselecteerd op de laatste aflevering vrijdag. Dat wordt een bosrun. Dus dan moet ik ook eventjes zorgen dat we alle bossen zeg maar paraat hebben. Dus daar moet ik ook nog heel eventjes voor gaan zorgen, maar dat gaat allemaal wel goed komen. Dus ja, ik denk dat we behoorlijk goed hiervoor zitten. Dus als ik nou mijn Naughty Pretend hier al eventjes hier bij mag hebben. Of nee, laten we niet beginnen met de Frostmoon. Ik denk dat ik dood ga. Oh boy. Ja, sorry Fiverr, ik zou er niet over beginnen. Nou, ik heb ook zeg maar mijn Nimbusrot hier. Nimbus! Ik ben de laatste tijd ook weer bezig geweest met Rainbow Six te kijken. We doen hem gewoon. Hartstikke leuk. Dus nou, ik moet zeggen, ik heb er heel erg veel zin in. Dus ik ben wel nerveus. Oké, dan hebben we dus nog de Rainbow Gun. Ik snap niet waarom... Nee, maakt niet uit. Oké, nou muziek. Ik ben er klaar voor. Maar niet heus. Help. 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 Oh boy. Ik heb ook heel veel mana potions bij me. Dat herstelt 200 mana. We hebben 200 mana op dit moment. Gaf me hier niet iets. Niks, Blood Moon is rising. Huppakee, we gaan gewoon hiermee beginnen. Oké. Scarecrows, dingetjes. Wij gooien gewoon eventjes hier een rainbow op en we gaan gewoon de andere kant op schieten. Oh, ze homen nog eens een keer. Oké, dit kan minder problematisch worden als dat ik dacht. Oké, we gebruiken automatisch onze magic potions. Dat is goed. Oké, nou op zich gaat dit wel lekker. Ik denk dat dit wapen eigenlijk niet zo verkeerd is. Moet je kijken zeg, zo. Oké. Nou snap ik waarom dat anime freak voor deze aanval heeft gekozen. Heel eventjes, ja ik weet het, er zijn maar heel weinig afleveringen op het moment van. Maar dat staat op een laag pitje, omdat dus zeg maar de meeste video's zeg maar gefocust worden op het main kanaal. Dus
Ja, de andere kanalen die lopen iets trager vanwege die reden dus. Dus dan weten jullie dat. Spring in mijn regenboog. Oh, gaan we weer zingen? Waarom ook niet, hè? Weet je, gewoon doen zo. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow. Ik denk alleen aan jou. Nou, deze heb ik niet zo fijn om te gebruiken. Dus misschien hier nog even een Nimbus-rotje erbij pleuren. Weer gestaan. Het werkt! Dus, oké, nou dan ken ik eigenlijk dus zeg maar wel een rainbow die kant even op schieten zo. Oh, al de helft die we terugkrijgen. Oké, we killen ze heel erg langzaam, maar zoals ik al zei, we gaan nou dus zeg maar niet voor de hoogste wave. We gaan gewoon echt voor de mage classes. Oh, daar hebben we onze eerste morning wood. Hallo! Oh, jij doet eigenlijk best wel veel pijn. Hallo! Oh mijn god, je bent niet dood te krijgen, man! Mijn hemel. Heel dood? Nee. Misschien moet ik er eventjes een rainbow dinges op gooien. Zo en zo. Om proberen. Om dit er nog een keer zo bij. Ik ga gewoon stil blijven staan en dan krijg ik toch wel mijn helft terug, dus. Heel dood? Oh. Dit gaat zo traag. Oh, ik neem eigenlijk best wel veel schade. Dan moet je uitkijken. Weet je wel, ik blijf gewoon de knop ingedrukt houden. En voor de rest, we zien wel. Ik kan ook wel voor de bees gaan eigenlijk. Die hebben we nog niet geprobeerd. Laten we de bees eens even gaan proberen. Nou, die doen helemaal geen schade. Heel dood. Hij is dood. Ik ga gewoon met bijen schieten. Doet genoeg damage. Soort van. Weet je wel, we gaan gewoon niet heel eventjes zo. Hey! YOLO! Waarom ook niet? Ik bedoel, ze blijven dan zeg maar ze home. Alles home tot de vijanden. Dus je weet sowieso dat je altijd wel iets zou raken. Maar het gaat zo traag. Het doet bijna geen schade. En ik weet dat die andere die zorgt ervoor dat je dus zeg maar wel schade zou doen. Maar ja. Moet je kijken joh. 44. Ik zie bijna geen 100 crits. Kun je niet gewoon op hem blijven gericht staan? Oh boy. Oh man, oh man, oh man. Dit gaat veel te langzaam. Oké, in leven blijven is dus geen issue. Ik bedoel, we krijgen helft genoeg, dus. Oh boy, dit duurt echt eeuwig, man. Mana stars. Jongen. Maak ze nou toch eens een keer dood, joh. Ik ben een zeer irritante boom en ik ga niet dood, want jij bent heel slow. Jouw aanvallen doen niks. Oké. Nou ja, dus overal zie ik wel de vijanden hun ding eens doen, dus. Nou ja, ze hebben een hoge defense. Oh, ik heb mijn bus waarschijnlijk niet gebruikt, is dat het? Ja, ik heb mijn bus wel gebruikt. Oh, oh boy. Ik weet niet of dit het verstandigste is om te doen. Ik denk dat de beacon beter zou zijn. Oh boy, dit doet hem bijna geen damage of wel. Ik zie het nog niet eens. Zo erg is het. Ah, op zich, jawel, het doet zijn damage. En we worden geheeld. En ik gebruik mijn potions automatisch. Ah, ik mis mijn wapen. Ik mis echt mijn wapen, jongens. Ik heb al eventjes zitten te kijken welke aanval ik zou gaan gebruiken, zeg maar, voor de... summon. En ik dacht dat zeg maar mijn favoriete wapen een beetje overpowered zou zijn. Aangezien dat de flare on, ja, ondanks dat we dus zeg maar de buff krijgen van de summon. Dat we dus zeg maar gewoon niet te veel damage per seconde kan doen. Zodat de summons nog wel de kans krijgen om iets te gaan doen. Wat we dus morgen gaan doen. Kijk eens, zeg, we hebben één pumpkin dinges. En we zitten al op de helft van de dag en we hebben hem nog niet eens verslagen. Ja, dit doet hem bijna geen schade. Niks doet hem bijna schade. Dus, ik weet niet waarom, maar hij zou wel handig zijn in het overleven. Maar als je snel vijanden zou willen killen, zou ik toch zelf persoonlijk het liefste voor melee gaan. Om heel eerlijk te zijn. Dus, oké, nou. Maar ik ben dus van plan om de Terra Blade als secundair wapen te gebruiken. Dus bij onze class die we dus van plan zijn. Oh boy. Dan ga je nou eens dood. Ben je dood? Ja, moet je kijken joh, je doet hem bijna geen schade hiermee. Ik denk dat... ik klikte weer naar buiten. Oh boy.
Dan nog echt bijna geen schade. Dat is gewoon verschrikkelijk. Oh, hij is dood, hoor. Oké, okay, nou, mag ik hier heel eventjes een... Hij is nog niet dood! Oh, ik ga gewoon niet rondstaan. Somewhere over my rainbow. Hier, mag je hebben. Het doet hem toch bijna geen schade, man. Oh. Nou, we zitten toch op wave 9. Dat vind ik toch wel eigenlijk heel erg knap. We worden links en rechts geraakt, maar we worden zo snel weer geheeld. En ik weet het, er zijn veel meer betere magic items. Tenminste, dat denk ik. Maar op dit moment, ik weet, zoals ik al zei, ik weet niet echt heel veel van magic. Dus hopelijk kan Anime Freak dat wel laten zien, zeg maar, met ja, co-op playthrough. Ik bedoel, kijk, ik ben melee, ik ben degene die het meeste schade gaat nemen en het meeste schade gaat doen. Maar ik weet niet precies of dit met mage, ik weet niet of er meerdere mensen zijn geweest met mage, maar op zich, je gaat niet dood. Nou ja, we zien het eigenlijk ook wel zeker bij de Frostmoon, hoe dat dan gaat lopen. Ik doe je nauwelijks damage, man. Ga uit mij. Dat komt fout. Oké, nou eventjes weer healen. Heb ik echt niks wat jou meer schade zou kunnen doen? Misschien deze. Nou, dit doet meer schade, denk ik. Het is zo langzaam als iets, maar... Duw. Oké, en hier hebben we weer heel veel vijanden. En hop. Dit is niet je specifieke aanval die je wil gebruiken bij dit soort evenementen. Ik weet nog niet eens hoe dat bij basis gaat doen. En voordat je gaat vragen van, ja, oké, ook alle classes gaan doen. Nee, we gaan gewoon met de sterkste class, wat zeker dus melee is. Gaan we dus zeg maar zoveel mogelijk... Ik ga proberen om zoveel mogelijk basis tegelijkertijd op te roepen. Dat lijkt me zeker leuk om te doen. Dus, ja... Ik denk dat we daarvoor gaan. Gewoon alle bazen, zoveel mogelijk bazen tegelijkertijd oproepen. Dat lijkt me wel leuk. Dus, oh boy. En dan gewoon ze gaan rekken met Duke Flare Rond. Met de Flare Rond wapen. Dus, nou, kunnen jullie, alsjeblieft, allemaal heel eventjes doodgaan. Het enige wat ik nou praktisch doe. Oké, dit werkt goed. Wat ik eigenlijk dus nou praktisch doe, is gewoon rondvliegen en de hele tijd deze boeken gooien. Dat is eigenlijk alles wat ik doe op het moment. Ik weet nog niet eens of we iets boeiend zouden gaan krijgen. Ik bedoel, ja, van de Pumpkin Moon hebben we eigenlijk alles al te pakken gekregen wat we zouden willen hebben. Dus, ja, ik blijf ze gewoon gooien, hoor. Ik blijf ze gewoon gooien. Jij houdt mij niet tegen. Jij houdt mij niet tegen. Jij bent de saaie boom. Jij bent de stomme boom. Jij houdt mij niet tegen. Dit wordt irritant. Ik zie een heleboel zooi daaronder liggen. Ik weet nog niet eens wat het is. Hallo. Ik weet nog niet eens hoeveel mana potions ik heb gebruikt. Want ik blijf gewoon schieten. Omdat ik heb er genoeg gekocht. We hadden meer dan genoeg... ja, misschien dat de Blizzard Staff heel erg handig zou zijn. Maar ja, die hebben we niet gekregen. Dus... Oh, jij wil wegrennen. Want het evenement is voorbij. Ja, maar jij mag niet wegrennen. Jij blijft hier. Jij mag niet wegrennen. Jij gaat gewoon dood. Je kijkt maar, hij probeert weg te rennen. Oké, chase him. Hou hem tegen. Nee. Waar is hij? Is hij er nog? Hij is nog. We zetten de achtervolging in. Speed limit overschreden. Hij leeft nog. Krijgen we hem nog dood voor dat? Oh boy. Kom op. Volgens mij is hij despawned. Ah, jammer. Oké, nou, we hebben in ieder geval kleding te pakken gekregen. Ik heb dit ding nog niet eens gebruikt. Wat doet het eigenlijk? Wat doe jij? Magic powers are increased. Serieus? 70 en zonder jou? Oké, ik ben een dommie. Ik ben een dommie. Ik ben een dommie. Oké, hoeveel potions hebben we nog? Oh, we hebben heel erg veel potions gebruikt. Nou ja, we hebben weer genoeg geld, dus ik denk dat ik wel genoeg potions wel weer zou kunnen kopen. Daar niet van, maar... Oké, nou, we hebben één banner. We hebben niks echt veel... Nou ja, ik heb nog niet alles eigenlijk opgepakt, dus laat ik heel eventjes teruggaan naar de dinges. Nou, magic... ik wou dat ik de Blizzard Staff had. Nog een slime banner. Hoeveel slime banners kunnen we wel niet op één dag krijgen? Oké, nou hier ligt nog heel erg veel zooi. Oh, we hebben een spooky twig hoor. Oh, wat leuk. Heel veel mana stars.
Ik vind het jammer dat Spooky Wood is ontsnapt. Het leek me wel leuk om die eigenlijk nog een beetje te killen, maar hebben we niet voor elkaar gekregen. En hey, even een grapje tussendoor. Weer geen solar eclipse, hè? Dat had je verteld, een solar eclipse, maar natuurlijk komt er niet. Dus, en ik weet het, ik zou voor offensive kunnen gaan, maar dan ben ik echt, dan kun je er gelijk 20 dead bij tellen, want bij zo'n evenement, daar heb je gewoon dit voor nodig. Dus daar heb je gewoon die life regen nodig. Omdat, we zitten maar op 41 defense met dit, hè. Niet vergeten, met de beetle armor zaten we over de 80 heen. En hier zitten we dus, zeg maar, met heel weinig. Dus moet je wel rekening mee houden. Oké, nou, Berwin, ik heb voor jou een heleboel zooi. Daar heb je ook trouwens die crystal ball, daar heb ik die vandaag gejat. Oké, nou die daar. We hebben nog een battle potion. Zo. Jij verkoopt die, hè? Ja. Eens even kijken. Nou, dan denk ik dat we daarvoor klaar zijn. Ja, we hebben nog de archery potion. Onze bubble machine. Dus ik denk dat het de comment van de dag op gaat hangen. En ik weet het, deze aflevering zou dan korter zijn. Ik heb echt niks meer om over te praten. We hebben de flashback huis gehad. We hebben alle NPC's gehad. We hebben het erover gehad hoe awesome dat jullie zijn en nog steeds zijn natuurlijk. Want jullie zijn gewoon heel erg awesome. Dus er is heel weinig over om te vertellen. En ja, Fiverr weet eigenlijk ook niet meer echt wat hij moet vertellen. Fiverr was echt een geweldige support in deze series. En ja, ik kan kijken of ik eventjes wat basis zou kunnen maken. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat we eerst eventjes die twee bordjes van de dag op gaan hangen. Of de twee comments van de dag. Dus natuurlijk heb ik mijn lijstje niet bij de hand. Slimme ik. Dus we moeten gaan knippen. Wat leuk. Dus even kijken. Ken ik daaronder nog wel zoveel bordjes kwijt? Want we zitten hier op aflevering 38. 7 bordjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik denk 6. Hooguit 7. Hopelijk 7. Ik ga het gewoon proberen. Maar goed, ik pak heel eventjes het bordje erbij. En ik zie jullie in een seconde. Oké, dank jullie wel. We hebben weer een keertje mogen knippen. Nou, ik vind het best. Ik vind het prima. Nou, de comments die heb ik alvast eventjes geplaatst. Ik had het lijstje niet bij mijn hand. Heel slim. Goed voorbereid met de opnames. Ik hoorde net ook al. Ik ga gewoon eventjes kijken. Ik ga gewoon heel eventjes kijken. Want ik hou jullie wel heel erg gemeen in spanning, hè. We hebben een nieuwe reactie. Ik ga gewoon lekker vooruit, hoor. Als het een positieve reactie is. Op Let's Play Terraria Part 42. En het is geen positieve reactie, dus die ga ik niet voorlezen. Die krijgen we ook af en toe nog wel eens een keer. Dus is jammer. Ja, ik weet, ik krijg heel veel reacties. Nou ja, niet echt heel veel. Het zijn maar heel weinig reacties die ik krijg. Maar de reacties die ik krijg is van, wanneer ben je een keer klaar met Terraria? Want sommigen vinden Terraria gewoon echt niet leuk. En ja, zoals ik al vaker heb gezegd, je kunt niet iedereen blij maken. Maar goed, ik zal jullie niet langer in spanning houden. Aflevering 39, de comment van de dag komt van Ener Bas. Hallo Ener Bas. Ener Bas had geschreven, gewoon één ding. Je bent geweldig! Je video's zijn het beste die er zijn. En elke keer als ik uit school kom, dan denk ik, wat zal die vandaag gaan doen op Terraria? Nou, Ener Bas, sowieso, jij bent ook geweldig voor het plaatsen van deze reactie. Echt heel erg bedankt daarvoor. Jullie zijn allemaal awesome vandaag. Deze shizzle te kijken natuurlijk. En ja, vandaag hebben we dus zeg maar een meisje gebeuren. Dus ja, hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Nou, zoals ik al zei, er komen er dus twee. Morgen komt dus van part 41 en 42. Dit is part 43. Dus wees snel maar reageren. Echt, de snelle die komen ertussen. Want vrijdag ga ik dus opnemen, dus als de aflevering van morgen, daar heb je maar 24 uur op om te reageren. Die moet ik echt zorgen dat die ook om 1 uur komt. Want ik ga vrijdag dus alles opnemen en bewerken dus vandaag. Aflevering 40, die komt van Jake Smits en die heeft geschreven, ik heet ook Jake. Wacht even, Jake Smits, ik heet ook, oh, dat is toch, is dat niet onze guide? Is dat niet, wacht eventjes, is dat niet onze guide? Ja! Nou, leuk Jake, je staat op de wall of awesome comments, leuk. Leuk, we hebben dus zeg maar van... Jij heet nu meneer Smits. Of je het nou wil, of niet. Het is toeval. Maar het is zo. Loop niet weg van mij, loop niet weg van mij. Loop niet weg van... Keer je rug niet... Oké, ik ben er een beetje helemaal klaar mee. Dus ik had trouwens ook nog ergens anders een reactie gelezen. Volgens mij was dat ergens bij part 1 of zo. En er was iemand die had dan een konijn en die heette Vijfje. En ja, in het Engels is dat eigenlijk ook een soort van vijver. Dus dat was ook een hele leuke reactie. Maar dat was in aflevering 1. Dus die zou niet op de Wall of Awesome comment komen. Omdat er al een aflevering of een comment voor gekozen is. Maar vond ik toch heel even leuk om dat ook even te vermelden. Dus ja, ze praten ook heel erg veel over jou. Maar dat weet je natuurlijk al, vijver. Dus vijver. Oh. Oké, nou, voor de rest heb ik echt weinig over te praten. Dus wat ik ga doen is, ik ga nou toch vooruit knippen. Want er is weinig wat ik nou nog kan doen.
Ik bedoel, we hebben onze armen, we hebben onze setup. Dus we gaan gewoon naar de Frostmoon toe. En kijk overal hier die bubbels. Kijk al die bubbels. Oh, het lijkt op dat flare. Oh, ik wil er meer. Ik heb zoveel geld. Ik wil meer bubbels. Ik wil meer bubbels. Zelfde player, knip daar gewoon. Nee, ik wil bubbels. Ik wil zoveel bubbels. Ik ga gewoon 2 platinum coins pakken. En ik wil bubbels. Ik wil zoveel bubbels. Ik wil alle bubbels. Ik hou van bubbels. Zoveel bubbels. Voor de mensen die een nostalgie critic hebben gekregen. Aking bubbels. Ik zei aking, hè. Paastrap, hè. Ja, wij letten op onze taal hier. Even kijken. Volgens mij was dat van de party girl. Nee, jij bent Flora. Waar is de party girl? Waar is de party... Jij bent de party girl. Shop. Een disco bal. Doet dat ook iets? Smokebom. Kijk wat dat doet. Oh. Sorry. Oké, wat is dit? Dat zijn die bubbelmachines. Oh, ik wil zoveel bubbelmachines. Overal bubbels. Overal bubbels. We gaan gewoon een bubbel... Firework box can be placed. Oké. Volgens mij moet ik die dan naar boven eventjes doen of zo. Moet ik even linken of zo? Weet ik veel. Wat is dit? Bubble wand kunnen we zelf... Red rocket, firework fountain. Wat is de red rocket? Maar ik heb hem toch gekocht? Oh, ik heb hem hier. Oké. Oh, dit wordt zoveel lol. Dit gaat lol worden. Ik denk dat ik toch iets heb gevonden om het een beetje op te vullen. Yay! Oh. Oké, die is leuk. Oké, dan wil ik de bubbelmachine. Zoveel bubbels naast elkaar. We gaan het gewoon... Allemaal bubbels. Zoveel bubbels, zo weinig tijd. Oké. Fanhuisje mogen ook heel veel bubbels. Ik bedoel, kom op zeg. Jullie zijn zulke awesome fans. Jullie mogen ook echt allemaal bubbels. Ik wil zoveel mogelijk bubbels. Allemaal bubbels. Zelfde play, je wordt helemaal gek. Nee, ik wil bubbels. Ik wil bubbels. Geef me zoveel mogelijk bubbels. Mijn bubbels. Oh, oké, ik heb er nog 3 over. Doen we 3 ook nog even 3 zo. 1, 2, 3. Zoveel bubbels. Oké, kunnen wij... Wacht, jullie... Nee, dat staat daarop aangelinkt, hè. Wacht eventjes. Ga weg! Even kijken. Wat doet zo'n firework box dan? Can be placed, zegt hij. Als ik die hier neerzet. Die blijft gewoon schieten! Oh, daar kan ik een hele vuurwerkshow mee maken als ik er zo genoeg naast elkaar zet. Oké, dat gaan we gewoon doen. We gaan dat gewoon doen. Oké. Even kijken, heb ik nog genoeg geld? Ik heb nog meer dan genoeg geld. Party girl! Kom eens eventjes, ik wil er meer hebben. Hopelijk werken die met een 1 seconde timer. Oké, 20, dat is leuk. Wij gaan de meest fleurige... dit wordt zo hilarisch. We gaan de meest fleurige battle arena ooit maken. Ik zie dat we nog maar weinig tijd hebben. Dus, eventjes de trap. Ik heb even wires nodig. Ik weet dat er onder nog een seconde timer ligt. Dus ik heb mijn wires heb ik nodig. En ik heb mijn wrench heb ik nodig om te plaatsen. En dan gaan we zo snel mogelijk gaan we dus zeg maar naar onze Frostmoon locatie. En dan ga ik ze dus alle 20 plaatsen. En dan gaat dus een gigantische vuurwerkshow af op het moment dat we bezig zijn met de Frostmoon. Lijkt me leuk. Echt gewoon leuk om te doen. Oké, doen we dat vanuit hier in het midden. Dus kan ik dat? Ja. 5 daar. 5 hier. Zo. En dan 5 hier. Jammer tot dat bordje, maar ja, bordjes mag ik helaas niet verwijderen. En dan 5 hier. En nou hoop ik dat dat werkt met een 1 seconde timer. Dus. Ik ga het gewoon proberen. Dan gaat dit omhoog. Hopelijk heb ik er genoeg wires voor. Oh, dit is gewoon leuk. Ja hoor, het werkt! Oké, ik moet even wat meer wires even kopen. Dit wordt hilarisch! Het is jammer dat je ze niet op een andere setting kan zetten, dat het dus boef, boef, boef. Zou wel kunnen, maar dan moet je hem... Dat is wel heel erg veel werk. We laten ze gewoon allemaal tegelijkertijd afgaan, dat lijkt me wel zo leuk om te doen. Dus oké, nou, de range mag dus even hierbij komen. Shalena, ik heb even wat wires nodig. Dank je. Oké. Dit wordt hilarisch. Nou hoop ik niet dat het ergens effect heeft op... De... Nee, want die zit daar. Oké, dit loopt goed.
We hoeven ons nergens hier zorgen over te maken. Oké. En dan dit omhoog. Kom op, het is feest. Het is de laatste aflevering. Of ja, het is de laatste aflevering week. Kom op, een beetje feest kan geen kwaad. Dit is zo gaaf. Ik weet nog niet eens of het schade doet tegen de vijanden, dus. eigenlijk zouden we hier ook nog bubbels bij moeten. Hebben we daar nog tijd voor? Hebben we nog tijd voor extra bubbelmachine? Ik heb nog 3. Nee, die heb ik niet meer. Ik wil nog een paar bubbelmachine. Geef! Dit is zo hilarisch! Waarom heb ik dit niet eerder ontdekt? Waar is de party girl? Party girl, geef! Bubbels, bubbels, bubbels. We hebben de 30. Ik weet niet wat we met 30 gaan moeten doen. Dit is gewoon puur geld voor brasserij, omdat ik weet toch niet verder wat ik moet doen. Oké, de nacht treedt bijna in. We hebben nog maar heel weinig tijd. Oké. Hier, bubbels. Dit is de vrolijkste battle arena ooit. Kijk, dit gaat ook nergens meer naartoe, jongens. Zoveel party stuff. Oké, nou, ik ben hier tevreden over. Oké, deze moest ik nog wel even plaatsen om eventjes te zorgen dat we extra magic zooi konden doen. Dus die staat er ook. Moet je kijken. Dit is zoveel fun. Oh, mijn hemel. Overal bubbels, overal vuurwerk. Oh. Dit is gaaf. Oké. Nou, Frostmoon, je kunt geen warme welkom ontvangen. Laten we eerlijk wezen. Oh god. Ik denk dat ik hier ook alle bazen ga verslaan. Dit is gewoon echt zo'n party. Dus, oké, nou zijn we zover. Volgens mij gaan de vijanden... Oh nee, wacht, hieronder gaan ze natuurlijk. Oké. Zoveel bubbels! Vijver is ook absoluut niet bang voor het vuurwerk. Nou, dat is mooi om te horen. Oké, hier gaan we. Oké, en buff. En deze pakken. En meelgeluid. Hier vangen. Oké. Leven zal geen issue zijn. Kom gezellig bij het feestfestijn. Vuurwerk overal, geen sneeuw, maar dat maakt niet uit. Hallo. Oké, nou, het zou iets meer schade nou moeten doen. Hopelijk krijgen we dit keer nou... Kom op, jongens, het is een party. Het is een party. Geef wat leuke drops. Drop wat je bij je hebt. Vergeet wat je doet. Feest mee met ons. Oh, dit is zo hilarisch. En het grappige is, ik heb eigenlijk alleen maar hoeven te knippen, zeg maar, bij de comments. Oh, dit is zo gaaf. En dan die muziek er zo bij. Oh mijn god. Dit is leuk. Ik vind dit echt leuk om te doen, jongens. Hopelijk vinden jullie het ook leuk. Laat in de reacties weten wat je hiervan vindt. Hey, Cashboom. Kun jij hem dinges droppen dit keer? Een pine tree dinges? Dat zou ik heel erg fijn vinden. Hier. Krijg wat van die vleermuisbeesten. Die muziek en al die bubbels. Oh, dit is zo gaaf. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Sorry. Oké, even dit er nog even zo bij doen. Oh, het neemt best wel veel schade. Ben je al dood? Nee. Oké. We vechten voor ons leven. Met vuurwerk en bubbels. Oh, dit is hilarisch. Oké. Nou, we krijgen overal krijgen we helft van, dus... Ben je al dood? Nee. Een pine tree aanval zou wel eigenlijk heel fijn zijn als we die nou op konden pakken. Hebben we hem? Elf heads. Nee, we hebben hem niet. Jammer. Jongens, ik weet niet of het te veel bezig is op het scherm op dit moment. Zowel. Mooi. Dit is hilarisch. Ik vind dit leuk. Dit had ik veel eerder moeten doen. Maar ja, anders zou het niet exclusief zijn geweest. Dus ik vind het wel gaaf om eigenlijk zo te doen. Overal de bubbels. En een partridge in a pear tree. Hoe vaak gaan we die grap nou nog krijgen? Oh boy. Jongens, ik ben nog niet eens meer bang van jullie. Jullie maken mij niet bang. Jullie zijn stom. We zijn hier voor parties.
Weet je waar? Hier. Weet je? Hier, 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 hier. Zo, extra damage. Even hier de helft oppakken, want ik zie toch dat ik een beetje flink veel schade neem. Ah ja, ik heb nog altijd mijn health potion. Heb ik buffs al gedaan? Ja, we hebben buffs. Oké. Okay. Ik blijf gewoon hier rustig schieten, ja? En overal bubbels. Oh, dit is hilarisch. Sorry jongens dat ik hier zoveel plezier mee heb. Oh boy, dit is gewoon... Dit is te komisch voor woorden. Ik weet nog niet eens wat me hier raakt en wat er zeg maar gevaarlijk is. Oh boy. Is er al een N-tank? Ik hoorde dat er een N-tank ergens zou zijn. We raken daar een mimic. Oké, okay, nou fijn. Ik zie nog geen tank. Hi. Ik loop gewoon naar jullie toe. Ik loop gewoon recht voor jullie neus. Oh, kijk, een tank. Dit is toch komisch, joh. En dan nog een keer vallen met doodjes erbij. Hier, vang dit. Oké, okay, eventjes in de gaten houden hoeveel schade dat ik neem. Want ik zie nog heel veel hartjes die we nog kunnen pakken. Dus, alles is goed. Oh, jij zit nou hieronder. Nou, weet je waar, hier. Krijg ik nog een Nimbus-spotje bij. Waar is mijn muis? Ik zie toch al die shizzle gewoon mijn muis niet eens meer. En help, dankjewel. Ik zeg serieus, als we nou een ranger of een zo'n chain gun krijgen, ik lach maar helemaal stuk. Oké. Okay. Oh, de blijheid. Ben je al dood? Nee joh, nog lang niet. Nee, bijna geen schade zelfs, man. Oh, 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 oh. Oké, okay, nou, eventjes deze doodles heel eventjes. Ja, kom er even gezellig bij. Doe gewoon gezellig mee, joh. Het is feestmis. Oké, okay, zoveel mogelijk schade. Ik denk dat we nog niet eens bij die frostbeesten terechtkomen. Ik bedoel, we doen zo weinig schade. Maar eerlijk gezegd, het maakt niet uit. Het maakt me geen ene drol uit op dit moment. Dit is gewoon hilarisch. Oh boy. Oké, okay, nou. Hallo. Oh, water op, hè. Krijgen die tanks echt nauwelijks kapot. Oh, 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 oh. Nou ja, gelukkig, misschien vinden jullie het ook feestelijk en doen jullie me daarom bijna geen schade. Dat is lief van jullie. Sportief. Sportief gedrag. Oké. Okay. Oh, ik wou eigenlijk dat er helemaal niet op pakken. Maar dat maakt niet uit. Hi. Hier, we hebben een rainbow gun. Waar is mijn muis weer? Ik ben mijn muis weer kwijt. Oh, daar. Recht naar beneden graag, dank je. Oh. Oh. Oh, boy. Het is niet goed. Oké, okay, we zitten weer goed. We zitten weer goed. We kwamen even op de 100. Oh, en er komt een Razorpine aan. Tank, ga nou toch eens neer. Stom. Stom nepdingbeest. Ga heen. Nobody likes you. Oké. Okay. Ik heb echt een flauw idee. Er gaat zoveel shizzle hier. Oh, dit is zoveel chaos en zoveel lol. Oh, 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 oh. Die muziek past er wel goed bij, moet ik zeggen. Maar dan word ik overal geraakt door die altijd... Hey. Hallo. Hij mislukt de elfkopter. Ik denk de hele tijd dat die witte dingen mij ook allemaal pijn doen, maar die healen me juist. Oh, 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 oh. Magic kan zo verwarrend zijn, zeker als je al deze shizzles er nog een keer bij doet. Oh, echt. Moet je kijken of het defense een tank wel niet heeft. Ik ben mijn muis ook negen van de tien keer kwijt. Oh, oké. Okay. Wave 10. Nou, kun jij al eventjes? Ik weet dat jij een mage weapon nog kan droppen. Hallo. Ik weet niet eens of hij hem gedropt heeft. Gewoon aan blijven vallen, gewoon doen. We doen alles genoeg schade, dus we hoeven ons nergens geen zorgen over te maken. En mochten we help nodig hebben, dan ligt er onder ook nog genoeg help voor ons.
Oh, zoveel doodles. Wat een gezellig feestje. Wat een gezellig feestje. Wat een chaos. Ja, dat had ik echt veel eerder moeten doen. Oké, okay, ik moet nu even mijn health in de gaten gaan houden, zo te zien. En... Hoppakee, genoeg health. Serieus, waar maken jullie zorgen over? Health genoeg, hallo. Als jullie nou misschien wel eventjes in de booby trap gaan, dan doen jullie, krijgen we jullie nog meer schade. Dat is nog beter. Niet zoveel meer raken, hè? Dat mag ik alleen. Zo, oh, je bent... Oh boy, 300 zitten we weer. Even het helft even een beetje in de gaten houden. Alles loopt goed. Ik wil die Everett Scream eigenlijk echt dood hebben. En ik neem schade. Maar we zitten weer snel op de... Moet je kijken hoe snel dat mijn helft weer terug regenerate. Echt, dit is gewoon geweldig. Oké, okay, nou. De Frostmoon is bijna voorbij. Ik denk niet dat we bij een Ice Queen gaan komen. Maar dat maakt mij eigenlijk heel weinig uit. Oké, okay, 266. Nee. Ik denk dat ik even een health potion moet gaan pakken, misschien. Wat raakt mij? Wat raakt mij niet? Oh, we zitten alweer op full health bijna. Ah, hij is weggerend. Scheidluis! Oh, jongens, ik moet zeggen dat dit een hele verfrissende aflevering was. Ik vond het echt leuk om dit te doen, zo. Oké, nou, ik pak heel eventjes nou hier even alle zooi op. En hebben wij een extra ding gekregen? Nee, weer helemaal niks. Weer. Helemaal niks. Ach ja, gelukkig was het feestelijk. Ik bedoel, feestelijker kan niet. Maar goed, wat hebben we dus eigenlijk nou bewezen met de mage? Je doet gewoon schade. Je skilt wat beesten, maar het laat je leven. Als het één ding zeker doet, is het je in leven laten. Dus heb je moeite met vijanden te ontwijken? Zover ik weet... Mitch is dan jouw de... Pinky! Pinky! Geef me je golden coin. Gaf je hem? Waar is hij nou? Is hij dood? Pinky slimes geven altijd een golden coin dus. Of twee zelfs. Ik weet niet. Maar goed, ik laat het daarbij voor deze aflevering. Dus heb je een leukste momentje, laat het zeker weten in deze reacties. Als je daar de tijd voor hebt, misschien wordt jouw reactie nog gekozen. Dus wees er snel bij. Morgen gaan we verder, dan krijgen we de summon met Terrablade. Want Terrablade gaan we kiezen in plaats van de Flare, want Flare zou overpowered zijn. Dus morgen gaan we de summon wearing doen. En ja, aangezien dat de summons dan alleen aan kunnen vallen, wil ik toch wel dat we zelf ook kunnen aanvallen. Vergeet niet, summon is volgens mij het minste defense van het hele spel. Dus dat kan nogal heel erg problematisch gaan worden. Dus ik hoop jullie allemaal te zien. Ik dank jullie voor het kijken. En laat een like achter als je er nog tijd voor hebt. En ik zie jullie morgen bij de laatste Pumpkin Moon en de laatste Frost Moon van deze series. Bedankt voor het kijken en tot dan. Doei!